Een hele goede morgen allemaal. Zijn jullie er klaar voor vandaag? We gaan er weer tegenaan, samen met Ivona. Vandaag hebben we een slow camp, dus we gaan een rustige workout doen voor de mensen die de training hebben gevolgd. En dachten, jemig, wat zijn die mensen lekker pittig. Wat we nodig hebben voor deze training is een stoel en onze favoriete flesjes water. Zoutzakken water tel ik ook, maar dat kan helemaal niet. Of rijstzakken tel ik ook goed. We gaan over 5 minuutjes live. Zorg even dat jullie alles bij elkaar hebben en dan gaan we er tegenaan. Tot zo! Yes, over 4 minuutjes gaan we beginnen. Zo. We hebben een leuk deuntje gekozen om. Ja, heerlijk zeg. Zijn jullie ook zo vrolijk allemaal deze ochtend? Het is ook geinig. Zo. We gaan beginnen, jongens. Nee hoor. Oh. Maar we gaan wel even beginnen. Yes. Oké, laatste minuutje. Dan gaan we echt van start. We gaan beginnen met de warming-up. De warming-up gaan we doen heel simpel. We gaan stappen op onze locatie. Dat is onze basis. Hier komen we telkens op terug. Gaan we 30 seconden doen. Vervolgens gaan we side jacks doen. Stappen we uit, komen we terug. Stappen we uit, komen we terug. Afhankelijk van hoe je voelt en hoe je bent, je kan je armen zo hoog tillen als je zelf wilt. Vind je het intensief, doe je het zonder. Maar probeer jezelf wel een beetje uit te dagen. Hè? Ook het tempo bepalen voor jezelf. Inderdaad. Je mag het best wat sneller uitvoeren als je daar de behoefte aan hebt. Die side jacks doen we 10 keer. Vervolgens gaan we weer terugkomen naar het stappen. We blijven staan, we blijven bewegen. Hebben we die gedaan, gaan we door naar quarter squats. Simpel, zodat je benen op heupbreedte staan en gaan. Een kwart zak zakken. Doen we ook 10 keer. Zijn we even die gedaan, gaan we weer stappen. En we sluiten af met onze mooie armrotaties. 5 keer naar voren, 5 keer naar achter. Zo hebben we alle lichaamsdelen opgewarmd die we gaan gebruiken vandaag. Zijn jullie er klaar voor? Het is 9 uur. Dus zoals ik zei, we gaan beginnen met de warming up. 3, 2, 1. En let's go. Aan vol. Come on. Yes.
Lekker bezig iedereen. Voel je het iets sneller, mag je hem ook iets sneller pakken met een beetje op de bal van de voet staan. Of je kan niveau naar tempo aanhouden. Relaxed. Let op je ademhaling continu. Onthoud, dit is alleen nog maar de warming up, hè. Hou vol. Come on. 4, 3, 2, 1. En dan gaan we dan. De side jacks. Gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. En dan gaan we weer. Hou hem vol. Over 30 seconden na het stappen gaan we de quarter squats doen. Ivona doet hem naar jullie toe. Ik zal hem schuin doen. Zorg dat de benen op heupbreedte staan. En zorg dat je echt vanuit de hiel van je voet afzet. Oké? Okay? Gaan we 10 herhalingen zo dadelijk doen. Nog 10 seconden. Kom. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. En gaan we. Benen op heupbreedte. Gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En gaan we weer stappen. Lekker warm worden met dat lichaam. Als het goed is, voelen jullie de benen al een beetje opwarmen. Gaan we zo direct armen roteren. 5 keer naar voren. Rustige rotaties en 5 keer naar achter. Hou hem vol. Kom aan. Laatste 10 seconden stappen. Kom aan. 3, 2, 1. En gaan we naar voren als eerst. 1, 2, 3, 4, 5. En naar achter. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppa. Nou, de warming-up is gedaan. Lekker bezig. Gaan we beginnen met de workout. Kan je die tijd maken? Zeker. De workout bestaat uit 8 oefeningen. Waarvan we alles van het hele lichaam zoveel mogelijk gaan aanpakken. We beginnen met de lunge. Wat is de lunge? Het is een oefening waarbij we gaan stappen. En een kort zak gaan zakken. Een kort gedeelte gaan zakken. Kijk naar voren, dus de beter is je balans. Dan raak je minder snel uit balans. Stap een beetje opzij met je voet dat je uitstapt. Zodat je niet met je knie voorbij je teen komt. En sluit terug aan. Hoe dieper, hoe intensiever. Inderdaad. En hoe om en om gaan we de benen pakken. Ja. Oké? Okay? Die gaan we 3 keer 45 seconden doen. Vervolgens tussen die oefeningen door hebben we telkens 15 seconden rust. En daarna gaan we over naar de volgende oefening en leg ik jullie dan volgende keer uit. Yes? Ivona, doe jij hem schuin? Doe ik hem naar de yes. Naar de camera toe. Deze hebben we niet meer nodig. 30 seconden rust hebben we tussen de oefeningen door of een minuut? Tussen de oefeningen door? Ja. Tussen de rondes bedoel je? 60 een minuut. Ja, oh, top. Dan leg ik dan wat aan. Ja? Ja, top. Oké. 3, 2, 1. En dan gaan we, start. De lunches. En vergeet niet, om en om. Duw vanuit je hiel. En wat Ivona wilde zeggen, hoe dieper je zakt, hoe intensiever de training is. Nog 30 seconden mensen, we zijn er bijna. Goed, let op je ademhaling, heel belangrijk. Uit als je naar beneden gaat. Dit is een tempo wat goed voor je past, van 10 seconden, hou hem vol. Jou past. Zorg je dat je jezelf uitdaagt, maar ga niet te snel, maar zeker ook niet te langzaam, want je wil ook wel daadwerkelijk wat uit die training halen. Gaan we. 2, 1, gaan we weer. Rechts. Probeer vanuit je hielen af te zetten wanneer je terugkomt. Je stapt uit en vanuit je hielen afzetten. Rustig aan. Adem voor. Nog 20 seconden.
bezig. Laatste 10 gaan nu in, mensen. Neus in en je mond uit. En even rust. 15 seconden. Weer 15 seconden rust. Probeer in beweging te blijven. Niet stokstijf te staan. Probeer een beetje heen en weer te baaieren. Maak het soepel. Lekker nummertje op de achtergrond. 5 seconden gaan we weer beginnen. 2. Laatste ronde van deze oefening. Start. 3. Ga maar. 10 seconden gaan, nu. Vijf, vier, en rust. We hebben even rust. Goed gedaan, eerste oefening is gedaan. Volgende oefening die we gaan doen is quarter squats. Wat houdt dat in? We gaan opzij stappen en aansluiten. Hetzelfde wat we net deden, waarbij we dus onze hielen gebruiken als afzetpunt, gaan we nu ook weer erom doen. We gaan de oefening alleen iets moeilijker maken. En dat gaan we doen met de eerste flessen water die we nodig hebben. Flessen water gaan we de armen omhoog brengen. En terug. Omhoog en terug. Je kan dit ook doen zonder flessen water als je dat intensief vindt. Oké? Wil je met of zonder? Wat jij wil. Ik wil met. Nou, dat was een makkelijke discussie. Als jij hem hier dan naar hun toe doet, dan doe ik hem wel je schuin. Ja. Het is de laatste countdown. Zijn we zover? Yes. En we gaan we. 3, 2, 1. Quarter squats. Let's go. Opzij stappen en aansluiten. Opzij stappen en aansluiten. Hou hem voor. Zak iets dieper als je hem intensiever wil hebben. Vind je de armen te zwaar, laat je de armen laag. Is geen probleem. Hou hem vol. Let op je ademhaling continu. En vind een tempo wat goed voor jou werkt. 1 en rust. Als het goed is voel je hem een beetje in de bovenarmen, in je schouders, zeker ook weer om in die benen. Lukt het? Laat een comment achter wat je van de training vindt. Maar we gaan weer door in 3, 2, 1 en dan gaan we opzij. En rust. Knieën niet voorbij je tenen. Zorg echt dat je die billen naar achter duwt. En hou hem vol. Lekker bezig allemaal. Hoe ver zijn we hiervoor? Nog 15 seconden. Afzetten weer met je hiel. 10. 4, 3, 2, 1 en rust. En rust, heel goed gedaan. Laatste ronde van deze oefening. Heb je de eerste ronde gedaan met fles en de tweede ook en denk je nu, poeh, vind het wel pittig? Laat die fles staan. Geef hem door. Denk je nu bij jezelf, hey, ik heb die oefening gedaan en dat was toch niks? Pak flessen water erbij en daag jezelf een beetje uit. In 3, 2, 1 en gaan we. Start. Mag hem ook doen zoals Ivona doet, naar voren. Mag hem naar voren. Wissel hem af, dat kan ook. Probeer het gewicht te verdelen over beide benen als je uitstapt. Vijftien seconden, lieve mensen. Hou hem vol.
Lekker gedaan. Flesjes water mogen weer even aan de zijkant. Neergezet worden. We gaan marcheren. Zelfs als dat we eigenlijk bij het begin deden tijdens de warming-up, gaan we stappen op onze plek. We gaan hem uitdagender maken door die knieën te heffen. Zorgen dat we een goede stabiliteit uit die buikspieren halen. Goed aangespannen houden die buikspieren. Yes! Zijn we er klaar voor? Hoe lang is het nog? Oh, nog een paar seconden, sorry. Ik ben net iets enthousiast. Oké. Okay. 10 seconden. Gaan we weer. Yes. En jongens, daar gaan we. Iedereen heeft zijn plek, zodat je benen op heupbreedte. En gaan we. Start. En bepaal een goed tempo wat goed voor jou werkt. Wil je iets sneller, is dat geen probleem. Wil je iets rustiger, ook geen probleem. Mag je armen meebewegen of een balansdingetje? Krijg je een beetje vloeiende beweging in. En probeer echt op die bal van je voet te landen en daar naartoe te rollen en achter te zetten. Laatste 15 gaan we weer. Nou, top. Ja, je kan niet beter het weekend ingaan, hè, dan met een training van ons. Zo. 5. En rust. Goed gedaan. Gaan we zo de tweede ronde in. Zoals ik zei, benen op heupbreedte. En zorg dat je afzet vanuit die bal van je voet. Gaan we. 2, 1 en let's go. Goed de tempo aanhouden wat je aanhoudt. Niet ineens sneller dan langzamer. Let op je ademhaling. We hebben liever dat je iets langzamer meegaat en je knieën hoger meekrijgt, dan dat je te snel gaat en die knieën minder explosief hoog krijgt. Laatste 20 gaan we in. Hou hem vol. Zwaar voor schouders, eventuele blessures. Pak hem iets rustiger. Laat ze wel die flessen staan, maar blijf die rotaties trainen. Oké? Zal ik met de rest doen? Ja, doe jij maar met de rest. Zijn we er klaar voor? En 3, 2, 1. En gaan we. Rustig aan. Goed je buik aangespannen houden. Yes, pak je ook gelijk bijna je hele lichaam mee. Hetzelfde tempo. En we draaien nu de andere kant op. Neem je schouder
jaren mee als je nu naar achteruit goed duwen. Mag je voelen, je hebt je armen, je schouderkoppen, ook gelijk de bovenkant van je rug neem je mee. Laatste 5, ga nu in en dan hebben we 15 seconden. Rust. Zo. Zet je armen een beetje los. Gaan we zo de volgende ronde in. Ik hoop dat het een beetje goed vol te houden is. Nogmaals, alles op je eigen tempo, jongens. Het is warm. En we starten. Ik draai naar voren nu. Goed je buik aangespannen houden. Pak je koor mee. Beetje door de knieën heen buigen. Om te zorgen dat we een goede stabiliteit creëren. Hoe wijder je draait, hoe groter de cirkels je maakt, hoe intensiever de oefening. En we draaien weer de andere kant op. Alleen je armen. Probeer niet je nek te bewegen. Alleen je armen. En je rug. Laatste 10 gaan nu in. Ik heb het zwaar, pak hem iets lager. Ga gewoon rustig draaien. Voel je energie weer opkomen. Draai langzaam omhoog. En kom weer terug op het hoogtepunt. Hou hem vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Lekker gedaan. We zijn halverwege de training. Goed zo, even een minuutje rust weer. Schud die armen lekker los. Hou je lichaam in beweging. Kom ook vooral op adem. Je kan je arm ook even zo achter je hoofd leggen. Om even die bicep en die tricep, de voorkant en die achterkant van je arm, even los te schudden. Oké. We gaan nu de stoel erbij pakken. We gaan de knieën heffen, voeten tikken oefening doen. Voor de buikspieren. Hoe gaat deze oefening? We gaan gewoon zitten op de stoel. Zorg dat je recht zit. En wat gaan we doen? We gaan ons linkerbeen optillen. En we gaan met onze rechterhand naar ons linkervoet. En we draaien om. Linkerarm, linkerhand, rechtervoet. En zo gaan we deze oefening doen. Zorg wel dat je een goede, stabiele stoel hebt waar je in kan bewegen. Goed je buik aangespannen houden. Dat is de makkelijke gaatje oefening. En je pakt ook gelijk de zijkant van je spieren mee. Nou, zijn we er klaar voor? In. 3, 2, 1 en start. En gaan we. En adem uit als je je voeten aantikt. Je ademt in als je voet weer naar de grond toe gaat. Adem uit wanneer je naar je voet toe beweegt. Hou hem vol. Nog 20 seconden, lieve mensen. Nogmaals, vind een tempo wat goed voor jou werkt. Hou hem vol. Maar continu mijn buik ook aangespannen. Dat voel ik ook. Mag best een
5, 4, 3. En rust. Gaan we weer. 15 seconden rust. Schud die benen even los. Gaan we de laatste keer van deze herhaling doen. We zijn halverwege. We zijn voorbij de helft. Gaan we in 3, 2, 1. En uit. In. Uit. In. Uit. In. Flies when you're having fun, you feel, hè? I know. Hou hem vol. En rust. Gaan we weer een minuutje rust in. Lekker bezig iedereen. Rustig aan. We blijven op de stoel zitten. Wat gaan we doen? We hebben weer die flessen water nodig. Misschien is het handig als jij hem maar invoert. Ja, mag. Kom even naar voren. Dan wisselen we. Zo, we gaan de armen trainen. De voorkant van die arm, de bicep. Dat gaan we doen, we gaan zitten. We gaan een beetje vooruit leunen. En we gaan die armen naar beneden laten zakken. En we brengen ze weer omhoog. Zal ik het doen of lukt het? Ja. Okay. Ja, ik weet niet, misschien lukt het niet met festivals. Zijn we er klaar voor? Zeker. Nogmaals, dus let op je houding. Hou die armen langs je zij. Goed zo, yes. Armen langs zij. Vasthouden hier tegen de zijkant aan, dus niet vleugelen. Dicht bij je houden en alleen de onderkant naar boven. Rustig laten zakken en omhoog brengen. Voel die spanning in je. Heel goed. 3, 2, 1. En go. Heel netjes. Wat Yvonne heel goed doet, ze zorgt voor een rechte houding in haar rug. Zorgt voor een goede stabiliteit vanuit die buikspieren. Heel goed. Die ik ook aangespannen houd. Ze houdt ze continu aangespannen. Buikspieraanspanning is het meest belangrijk in je hele houding. Probeer altijd naar voren te kijken, niet naar de grond. Kijk naar voren. En wat die phone ook heel netjes doet, rustiger laten zakken, sneller omhoog. Net zoals op de Milan-cirkel, we trainen negatief. Dus op die terugwaartse beweging, daar gaan we die uitdaging in zoeken. Nog 10 seconden, hou hem vol. Come on. Jullie kunnen het. 2, 1 en rust. Oké, okay, nog 8 seconden en dan gaan we beginnen. 3, 2, 1 en start. Rondjes rust. Gaan we zo nog 1 keer deze herhaling doen. En vervolgens houden we de stoel. En gaan we een andere oefening doen, oké? Okay? Lukt het allemaal nog? Nogmaals, laat een comment achter wat je vindt van de training. En we gaan van start in 3, 2, 1. En let's go. En gaan we. Adem uit. En adem in. Uit. Lekker bezig. Vind je het te zwaar? Kan je het ook met iets lichters doen? Vind je dat nog te zwaar? Kan je er ook nog voor kiezen om het te doen met alleen het gewicht van je handen? Hou hem vol. Laatste 10 gaan in. Kom op, lieve mensen. Volhouden 5, 4, 3, 2, 1. En rust.
mogen we weer de flessen aan de zijkant zetten. En dan gaan we weer een oefening voor de benen doen. Gaan we de leg extension doen. Ook zoals op de middelcirkel. Zorg dat je recht zit. Je mag je handen onder je stoel vasthouden. En we gaan om en om de benen strekken. Zorg dat je je tenen goed naar je toe gebogen houdt. En dat je de kuiten ook namelijk mee voelt rekken. Oké? Okay? Het is een stretch en workout oefening. Hou hem boven even een seconde vast. En rustig weer zakken. En we gaan weer omhoog. Yes. Probeer rekening mee, snel omhoog. Rustiger terug. Core, beter om je buik aangespannen houden. Strak boven lichaam. Pak je lichaam. Ben je klaar voor? Yes. 3, 2, 1, start. Gaan we. Lekker bezig. Dus eigen tempo bepalen. Uitademen. En in. Heb je nou last van je knie? Geen probleem, doe niet minder hoog. Zorg wel dat je die spanning erop houdt. Door die tenen naar je toe te gaan. Ik ben wel een beetje dril hoor. Nog 5 seconden. En rust. Blijf maar even rustig zitten. Nog 2 keer deze herhaling en dan gaan we over naar de laatste oefening. Dan zijn we er. Dan hebben jullie het hartstikke goed gedaan. Oké. Jullie klaar ervoor. 3, 2, 1 en dan gaan we. Hou hem vol. Ik vind de muziek echt heel leuk. Ziet hij hem? Je geniet. Op 30 seconden. Hou hem vol. Alle feest. Ik geniet omdat ik zo goed de weekend kan beginnen. Ik weet in ieder geval dat we heel erg... Omdat wij allemaal jullie erg heel erg missen. We kunnen echt niet wachten om weer de deuren open te gooien en weer lekker aan de slag te gaan. Om iedereen weer lekker fit en vitaal te krijgen. Dus daarom hopen we ook dat jullie allemaal lekker gezellig meedoen met onze workouts. Hou hem vol. 3, 2, 1 en 5. Zet je benen even los in de tussentijd. Geef ik ook een derde. Mag jij de... En gaan we weer. Deze is aan klaar. Hou hem vol. Dus lekker over de achterkant. Dus strekt hem ook gelijk. 20 seconden. Lekker bezig. En dan gaan we de laatste oefening alweer in, lieve mensen. Laatste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lekker gedaan. De stoel mag weer aan de zijkant. En dan gaan we naar de laatste workout. Wat gaan we doen voor de laatste oefening, Yvonne? De good morning. Dat is voor je onderrug. Goed te strekken. Dat houdt in. We kunnen hem doen om iets te verzwaren, aangezien de top. Daag jezelf erin uit. We strekken naar voren, zonder fles, met handen achter de oren als het ware. Niet graag in je nek. Als je met je nek doet, ben je gauw geneigd om te gaan trekken. Achter de oren, je gaat er naar recht terug naar beneden. Hoe dieper je buigt, hoe intensiever de oefening. Hou de rug recht, wederom weer die core aangespannen. Kleine lichte buiging in je knieën, niet helemaal op slot. En we gaan naar voren. Je voelt hem ook gelijk in je billen mee. Goed voor de onderrug. Wil je wat verzwaren? Leg je mee in je nek en ga je naar voren. Ja, dat doe ik wel mee dan. Dat kan jij wel. En we beginnen. Zijn we er klaar voor? Even nog 10 seconden zie ik staan. Dus nog even rust. Als jij moet. Ja. Oké, in 3, 2, 1 en let's go! Zodat die voeten op heupbreedte staan.
rustig zakken en omhoog. Adem vol. Lekker bezig. 3, 2, 1. En schud even los. Even 15 seconden rust. Zoals Ivona zei, ik ga het nu even doen zonder fles. Laat ik even zien hoe dat gaat. Handen achter je oren. En blijf ook naar beneden kijken. Dus je gezichtsveld blijft continu dezelfde kant. Ga niet naar voren kijken, echt naar de grond. En loop. En loop. Adem vol. Come on. Come on. Laatste 20. Lekker bezig allemaal. Een tempo wat goed voor jou werkt. Wil je iets sneller bewegen, is dat geen probleem. Beweeg je iets rustiger, ook geen probleem. Belangrijk is dat je weet, hier ligt mijn uitdaging. Voet mee onder, rechter rug houden. Laatste 10, lieve mensen, en dan gaan we. We zijn er klaar. Doen we lekker een korte cooling down. Doe ik met jullie mee. Adem vol. En rust. Yes, dat was goed. Goed gedaan iedereen. Top. Top, top, top. Yes. Nou, gaan we de cooling down in. Ik zou zeggen pak een stoel. Wij kunnen met één stoel samen. Oké. Die rotaties is lekker om dat even op te rekken. En we houden hem vast. Voel die spanning erop. Niet met je armen meebewegen, dan heeft het geen nut. Echt puur optrekken. Recht blijven staan met je koor. Met je bovenlijf. 10, 5, 4, 3, 2, 1. En we schudden los. Andere arm naar voren. Trekken hem voorlangs. Hou hem vast. En voel die stretching erop. Hou vol mensen, kom aan. 5, 4, 3, 2, 1 en terug. Daarom is het raden ook altijd de 5 point of een stretch aan na je workout. Even 10 keer naar achteren rollen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer naar voren. Heel belangrijk te stretchen. Voorkomt
blessures, een stijfheid. En we rollen langzaam even naar voren. In door je neus, uit door je mond. Zodra je uitblaast, probeer steeds een stukje dieper te gaan. Dat is mooi voor je achterkant of voor je benen en je rug. In door je neus, uit door je mond. En steeds een stukje verder. Niet verder dan dit hoor. Goed gedaan, Younes. 5, 4, 3, 2, 1. En we rollen rustig omhoog. Probeer wervel omhoog te rollen. Linkerhand, linkervoet. Breed pak je vast en je trekt je been naar achter. Voor je quadriceps, de bovenkant van je been. Wat inhoudt dat je hem dus niet zijwaarts trekt. Je houdt hem tegen je andere been aan en je trekt hem zo ver mogelijk naar achter dat je die stretching erop voelt. Hou je vast voor als je geen balans kan houden. Ik wel. En je moet zakken. 5, 4, 3, 2, 1. En rustig laten zakken. En we pakken het andere beentje. Dat was het, lieve mensen. Hartstikke goed gedaan. Fijn weekend, goed meegewerkt. Laat het lekker het begin van de dag zijn. Morgen zijn we er weer met een workout. Met een workout. Mocht je deze nog een keer willen zien, of vond je hem prettig, kan je hem altijd weer herbekijken op YouTube of op Insta. Of op Facebook. Of op Facebook. Tot volgende keer, jongens. Dag, Younes. Doei. Fijne dag.